economische positie van Suriname is aanzienlijk aan het verbeteren. Dit zei minister Gilmer Hoefdraad van Financiën gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Het ergste gedeelte van de crisis waarin Suriname verkeert is volgens de bewindsman reeds voorbij. Hij benadrukte dat de vooruitzichten positief te noemen zijn en dat de negatieve groei of afname van het bruto binnenlands product BBP steeds minder wordt. De inflatie is naar zeggen van Hoefdraad op de terugweg. Hoefdraad baseert zijn stelling op een aantal recente ontwikkelingen. De meest recente, de Republic Bank, is nog steeds zeer positief over haar aanwezigheid in Suriname. Kunnen kranten zelf nagaan. IAM Gold heeft wereldnieuws gemaakt met de fondsen in Saramaca en daarmee aangegeven dat zij bereid zijn verder te investeren in Suriname. Hun aandelen op de markt zijn behoorlijk gestegen daardoor. Laatste publicatie van Newmont die aangaf dat ze ongeveer 638 miljoen hebben kunnen exporteren. Wat een behoorlijke slag is, in de positieve zin. Een paar weken terug konden we in de krant lezen dat Fernandez een enorme investering heeft gemaakt. En dat de IDB bereid was hun voor een groot deel te financieren. U weet dat wij heel dichtbij zijn voor de launch van de Industrial Park. Investeur, daar zijn we in de laatste fase van de voorbereiding om die officieel te launchen. Minister Hoefdraad zegt verder dat de regering momenteel ook bezig is gesprekken te voeren met ondernemers die willen investeren in de landbouw en veeteelt. De minister benadrukt dat er nog steeds veel vertrouwen is in het land. Hij hekelt echter de negatieve berichtgeving die via verschillende kanalen worden verspreid. We hebben het de laatste weken wat moeilijk gehad met heel wat informatie dat verkeerd naar buiten is gekomen. We kennen het geval DSB, waar wij toch wel heel veel informatie moesten verstrekken vanuit alle gelederen om de situatie hier zo rustig te houden. We hebben ook het geval van Moody's gehad, die spraken over een mogelijke downgrade, zonder dat er een gedegen analyse van de economie was gemaakt. En wij zeggen van we wachten op hun bezoek in januari om te kunnen kijken hoe zij de economie aanwezig in het veld zelf observeren. Er zijn ook heel wat verdraaide feiten naar buiten gekomen, zoals het meest gebruikelijke dat ze de laatste jaren toepassen over een zogenaamde geldpersmachine die bankbiljetten binnenbracht om maar rond te strooien. Niets is minder waar. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De bewindsman is ervan overtuigd dat de ergste crisisperiode reeds voorbij is.